Maak het je gemakkelijk, want je krijgt hier echt wel een heel mooi verhaal. Een verhaal dat aan de ribben zal blijven plakken. We krijgen het van Pieter van Reed. Uh, Pieter van Ons Steentje, hoe lang bestaat die vereniging? Uh, Ons Steentje bestaat uh, van oktober een jaar. Ja. ja. Het is begonnen met een steentje ja, uit je eigen ja. ervaring. Inderdaad, dat klopt. Dus uh, Ons Steentje is opgericht vanuit mijn frustraties die ik heb ervaren toen uh, mijn zoontje Tristan uh, ziek was. Op veertien maanden heeft hij kanker gekregen, had hij een jongensarcoma in zijn rug. Um, een niet veel voorkomende bot waarvan waarvan je niet goed weet waar moet het terecht moet. Uh, zijn er behandelingen in het buitenland waar we uh, naartoe kunnen? Een heel, een heel moeilijke situatie. Dus eigenlijk, met al dat opzoekwerk dat ik heb moeten doen, daar had ik zoiets van, van, eigenlijk kan dat niet, dat ik dat zelf moet doen als ouder. Maar Pieter, nu zou je gaan denken als buitenstaander, zo van... Er is zoveel aan zorg en mogelijkheden en we horen Klopt. daar ook zoveel over, aan acties en toestanden. En dan zeg ja. je toch als ouder, want eigenlijk is het... Ja. ja, het is natuurlijk zo, als je weet dat je kind levensbedreigend ziek is, dat hij elk moment kan sterven, ja, dat geeft wel een, 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 ja, een enorme zorg. Dus het is zo, er zijn wel heel, heel wat organisaties en uh, instanties die mensen kunnen helpen, maar je moet de weg ernaartoe vinden. En een ziekenhuis gaat daar niet enorm veel in ondersteunen. Um, vandaar dat het eigenlijk het idee is dat ervaringsdeskundigen, mensen die het ooit hebben meegemaakt dat die mensen die nu op deze moment uh, een kindje hebben dat ziek is dat die die gaan kunnen begeleiden naar uh, de juiste weg uh, in samenspraak met ziekenhuizen, in samenspraak met organisaties die er al bestaan uh, we kennen allemaal Make-A-Wish, we kennen allemaal uh, Kleine Prins uh, in Limburg ook een heel mooie organisatie uh, er zijn nog zo'n hoop organisaties die eigenlijk als we allemaal een mooie samenwerking zouden uh, hebben, dan zou de, het vangnet zou er dan zijn. En dan zou elke ouder met een levensbedreigend ziek kind zou dan, uh, bij zijn kind kunnen zijn en zou uh, zorg kunnen dragen voor zijn kind. Maar dat is ook zo. In mijn eigen ervaring heb ik ook gemerkt uh, dat financieel ook niet gemakkelijk is. Dus Ik was leerkracht lichamelijke opvoeding. Ik kreeg uh, op een gegeven moment 10,22 euro per dag uh, familiale en, uh, sociale en familiale vrijstelling bij de RVA. En daar is dus voor de rest er wel wat extra, extra kinderbijslag. Maar toen ik dan drie maanden naar Zwitserland moest gaan, ja, dan liep mijn 10,22 euro wel. Maar daar voor een behandeling geen, veroud, voor eigenlijk? Voor een behandeling naar Zwitserland, ja. voor Tristan. Uh, ja, daar kwam daar ik niet meer rond. Dus uh, dat was eigenlijk toch zoiets van, oké, okay, er moet hier een soort van statuut komen voor ouders. Een statuut dat zegt, oké, okay, je hebt een kind dat levensbedreigend ziek is, er moet minstens één ouder bij dat kind kunnen zijn in het ziekenhuis. Liefst twee, in de zware gevallen. Uh, maar één kind is al een start, Want momenteel is dat dus niet uh, mogelijk, uh, zeker niet altijd mogelijk. Uh, of je hebt inderdaad heel veel mensen die benefits doen, acties doen voor een bepaald kind. Dan hangt het er weer heel hard vanaf of dat, dat uh, of dat die familie heel veel vrienden en kennissen heeft die dat willen doen. Maar er zijn evengoed mensen die er niet meer naar buiten willen komen. En voor hen is er dikwijls geen oplossing. En dat is, geen, uh, dat is waar dan steentje voor opgericht is, voor die mensen dan een extra ondersteuning te geven en uh, door te verwijzen naar allerlei andere instanties. Pieter, straks uh, praten we verder met een paar voorbeelden van hoe jullie uh, zo'n ouders al heel concreet hebben kunnen helpen.